Dit is een groepschat met alleen maar haters van mij erin. Maar Kelly Butt, haar Filip, is gisteren vreemd gegaan. Waarom moet je je kukker lelijke haren showen terwijl ik eet? Dit bericht gaat over mijn ex Amen en... What's going on, peeps? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En jullie kunnen het zien aan de titel. Vandaag heb ik weer een nieuwe aflevering van Reageren op Kelly Berichten. Het is alweer een tijdje geleden en ik heb de afgelopen weken echt allemaal verschillende rare, gekke berichten verzameld. De meeste gestoorde berichten waren via Instagram, maar zoals de meeste van jullie denk ik al wel weten. Als je me natuurlijk volgt op Instagram, dan heb je vast een post voorbij zien komen waarbij een jongen racistische opmerkingen maakt over mij. Ik ga dat niet in deze video helemaal bespreken. Maar goed, reageren op Kelly Berichten en ik weet niet welke aflevering, dus let's go. Vergeet deze video natuurlijk niet te liken, laten we proberen om de 1000 likes te halen. Ik weet dat we dat kunnen halen. Shut my door when you come in, bitch. Wat? Besef dat ik deze chappie niet eens ken, hè? Er is nooit een gesprek gestart via Instagram. En dit is het eerste wat deze persoon tegen mij gezegd. Ik weet niet eens of het een jongen of een meisje is. Volgens mij is het een jongen. Het is eigenlijk een beetje wel de normale dingen die ik krijg. Want ik krijg echt veel heftigere dingen. Maar dit is dus nog op zich normaal. Kan ik 10 euro lenen voor pizza? Waarop ik antwoordde met, ik ben geen bank. The fuck? Even serieus, wat denken mensen? Denken jullie dat omdat ik YouTube doe en TikTok en dat ik een best wel redelijk aantal volgers heb, dat ik rijk ben ofzo? Want dat ben ik niet. Even serieus, als ik dit bij iedereen doe. Sterker, ik zou elke keer 10 euro storten naar iemand. Dan heb ik gewoon niks meer over. En sowieso, als ik het bij één iemand doe, gaan ze het vaker proberen via andere accounts. Of misschien willen andere mensen dit ook. Ik neem aan van wel. Ik vind persoonlijk dat het sowieso een no-go is als je geld vraagt aan iemand. Kijk, als het iemand is van familie, is het een ander verhaal. Maar iemand die je totaal niet kent. Je vraagt gewoon geld. Schaam je je niet? Schaam je je niet? Kelly heeft wit zaad op haar haar. Maar ik kwam Filip gisteren tegen en mijn vriendin Alissa had met een BN'er gezoend. Dit is ze met Jens naast haar. 2 maanden geleden in de bios en toen gisteren kwamen we haar tegen met Filip. Wat? En dat account hebben veel meisjes gedaan en gevoeld. Kelly Butt was pas geil. Trots op tosstoornis is just swag. Kelly en Filip zijn nep. Wat? Wauw, ik heb gewoon geen woorden. Ik kom gewoon niet uit mijn woorden. The fuck? Die foto ga ik sowieso blurren, want ik weet niet of het echt die persoon is. Waarschijnlijk niet eens, gewoon een foto van internet. Dus ik ga die foto gewoon blurren. Maar dit is gewoon niet oké. Hoe haal je het in je hoofd om een apart account te maken om mij dit soort berichten te sturen? En dit soort, dat hele account, ik snap het gewoon niet. Wat? Wat was de bedoeling? Wat was de bedoeling? Even serieus. Dit is een groepschat met alleen maar haters van mij erin. Haha, Kelly, gij zijt vies. Gij zijt zo raar dat mijn zusje van 8 je haat. Hahaha. Ha, ha. Maar het is ook zo. Ja, de poep emoji. Kijk hoe lief we zijn. Je hebt geluk dat je naam er nog deftig staat, oude kaasbalhoofd. KKR, Ziebe, ga je nog reageren of niet, stinkend aapje? Poep emoji, lach emoji. Ben je bang om te reageren, babytje? Deze blow man. Onze strontaap reageert niet. Hahaha. Ha, ha. Miskina, miskina. Dat weet ik wel. Wat willen jullie bereiken? I just don't get it. Wat, ik weet wat het is. Ik krijg nu zoveel liefde om me heen. Echt, alle fanaccounts. Die overtreffen jullie gewoon. Sorry, maar jullie haatdingen. Als jullie mij oprecht haten, maak dan geen haataccount. Want dan kan ik er een video over maken. Als je een haataccount maakt, dan help je me eigenlijk als het ware. Dit is gewoon echt... Sorry, maar ik snap niet hoe mensen zo denken. Hebben jullie gekke konkoen in je hoofd of zo? Kelly is raar, stuurt me ook een aparte DM. Kijk. Kijk hier, jij kut. Kutter. Hahaha. Hoertje. Uw kukker moeder heeft je niet opgevoed. Mijn moeder heeft me heel goed opgevoed. Just say. Kijk, als ze nog zouden zeggen waarom ze boos waren. Kijk, als ik iets bepaald had gezegd of zo tegen hun of tegen iemand anders. Dat zou ik het nog snappen. Maar deze personen haten gewoon echt voor niks. Het is gewoon pure tijdverspilling. Or is it just me? Stop met je kanaal. Haal die staart uit je haar. Ik ben een racist, maar zeg niks.
als je stoelt met je kana. Terrens! Ik wist het! Deze persoon kan niet eens normaal Nederlands. Oh my god, mij niet bellen. Niemand behalve Kelly mag mij volgen. Ik zal je verwijderen als je vocht. Maar Kelly Butt, haar Philippe, is gisteren vreemd gegaan. En oh my god, ik was erbij. Met mijn vriendengroep. What the F. Kelly is schijnheilig, meid. Mij niet bellen, schat. Geen punten of komma's of iets. Ze maakt gemene grappen over gay, maar ik ben er trots op. En ik doe praktijk. En daar pest zij mij. Wie is dit? Wie gaat deze persoon uitleggen dat ik deze persoon niet ken? Wie gaat deze persoon uitleggen dat ik niet eens weet van zijn bestaan? Sorry, ik heb ook nog steeds niet naar zijn profiel gekeken. Sowieso die hele Insta-naam. The fuck? Je was... Dit stond op zijn profiel. 17 jaar. Kelly Butt is lelijk slet. Geheim account. Foto 2 jaar geleden. Dus don't just... Rosanna Voorwald, vrouw wij, ben de boy van Breda, 14 ex. Wat de F, wat de F. Ik heb gewoon geen woorden hiervoor. Dit is gewoon echt lachwekkend. Maar ik vind het ook wel zielig voor deze persoon. Misschien is dit echt hem. Nee, toch? Kelly Butt is stiekem een jongen, plop twist. Plop, twist. Hij was bij zijn kelen gegrepen en geappt omdat hij homo was, zei Kelly. Alle Duitsers zijn homo. Snappen jullie dit? Snappen jullie deze taal? Want volgens mij begrijp ik deze taal niet. Deze persoon zegt ook Skinny Jens Benda. Philippe is een Skinny Jens Benda van de Amerikaanse film. En Kelly als ze zit met een boeddha. Nee, deze jongen, dit kan gewoon niet goed gaan met deze persoon. Dat kan gewoon niet. Moussa zegt, voila, hey, opgekukkerd. Waarom moet je je kukker lelijke haren showen terwijl ik eet? Fuck you, man. First of all, ik post wat ik wil. Als het op jouw For You page komt, too bad. Dan blokkeer je me maar gewoon, zodat ik niet meer op je For You page kom. Ten tweede, I don't care dat je aan het eten bent. Want die dingen op mijn hoofd, het ziet er misschien niet smakelijk uit, maar het is niet vies. Als je mijn hand vasthoudt, hou je toch ook gewoon mijn huid vast, of wat? En ten derde, de video die ik heb geplaatst was op TikTok. Je gaat helemaal naar mijn Instagram om een berichtje te sturen via Instagram met shit dat me toch niks boeit. Deuces. Iemand had weer de foto van mijn pink geplaatst op Instagram. Ik ga de foto van mijn pink niet laten zien, because dat is gewoon nasty. Dat is gewoon echt nasty. Die foto van mijn nageloze pink, dat is gewoon echt nasty. Als jullie die foto willen zien, moeten jullie me eventjes volgen op mijn tweede account, Kellogg's Ontbijt. Daar plaats ik vooral behind the scenes dingetjes. Dus ja, misschien wil je het zien. Misschien niet. Het account Kelly Ew zegt, doe niet zo zielig met je pokerface. Gij vies vuil kukkerhoertje die elke dag met je kukkergeel rondloopt. Gij hebt zwaar ATK. Heb je nooit aangedacht gekregen van je ouders ofzo? Wat is dit voor taal? Is dit Vlaams? Deze persoon heeft ook echt de moeite gedaan om een collage van me te maken. Wauw. I really appreciate that. Ik zit echt even na te denken. Die elke dag met je kukker gay rondloopt. Bedoel je Faisal? Want ik ben niet elke dag met Faisal. Ik ben elke dag met Fili. Bedoel je dan Fili? Maar Philippe is niet gay. Ik ga het ook gewoon laten. Tijdverspilling. Kelly, ik stuur deze DM omdat ik me een beetje zorgen maak over een vriendin van me. Jouw ex Eamon wil heel graag met haar afspreken, maar ik heb zelf je video gezien over hem en zij weet niet hoe Eamon is. Dus heb je misschien een tip hoe ik haar kan weghouden van hem? Toen antwoordde ik met, stuur mijn YouTube video naar haar en laat haar niet manipuleren, want daar is hij heel goed in. Ik hoop dat ze niet in zijn geintjes trapt, want hij is heel erg lustig. Dit bericht gaat over mijn ex Eamon en ik ga het ook gewoon laten. Ik ga er niet te veel over kwijt. Nou, dit was het dan weer voor de video van vandaag. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan zeker niet eventjes te liken. Het was een best wel chaotische video. En I'm sorry for that. Maar vergeet me natuurlijk niet eventjes op Instagram te volgen. En laten we proberen om 1000 likes te halen. We can do this. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer met een gloednieuwe video. Ciao!